De verschillen in zorg en gezondheid zijn wereldwijd nog erg groot. Maar de digitalisering waar we wereldwijd mee te maken hebben, brengt hiervoor mogelijkheden met zich mee. We zien dat er wereldwijd steeds meer behoefte komt aan goed opgeleid personeel in de zorg. Neem bijvoorbeeld Kenia. Dat is een land met bijna 50 miljoen mensen. En gelukkig krijgen ze per persoon ook steeds meer te besteden. Maar dan zie je ook dat er welvaartsziekten opkomen zetten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes. En daardoor neemt de druk op het zorgstelsel enorm toe. En er is simpelweg niet genoeg personeel dat goed opgeleid is. Door die toenemende vraag vanuit zorgprofessionals te combineren met alle mogelijkheden die er tegenwoordig zijn op het gebied van digitaal onderwijs, zijn er echt mooie kansen voor het creëren van een platform en maatwerk cursussen waarmee professionals zich kunnen bijscholen. Veel mensen denken bij online onderwijs aan individuele cursussen waar ze op hun eigen houtje doorheen gaan. Online onderwijs is juist heel geschikt voor sociale interactie met andere deelnemers. Mensen kunnen met elkaar samenwerken online, groepsopdrachten maken en bijvoorbeeld met elkaar in discussie gaan. Door de technologische vooruitgang transformeert de arbeidsmarkt en we zien dat mensen daardoor hun hele leven blijven leren. En dat betekent dat ze hun competenties moeten bijspijkeren en moeten doorontwikkelen. Trends die wij zien zijn gepersonaliseerd leren, kunstmatige intelligentie en bijvoorbeeld ook learning analytics. Dit zijn ontwikkelingen die de branche zeker gaan transformeren. Het voordeel van een online cursus voor drukbezette artsen en onderzoekers is dat ze hun gewone werkzaamheden door kunnen laten lopen en de cursus kunnen volgen op een moment dat het hen echt uitkomt. Het resultaat is dat mensen op hun eigen tempo, in eigen tijd, gecertificeerd kunnen zijn en blijven op een hele prettige, laagdrempelige manier.